Goedenavond allemaal, het is een hele late intro voor vandaag, maar oké. Het is vandaag 12 augustus, Lady is jarig, dat gaan we ook zo meteen sowieso nog vieren. En ik heb eventjes een klein gesprekje met een soort van tante van mij, een soort van, ja. En we zijn vandaag even de stad in geweest, dat komt hierna. Het is nu 9:30 in de avond. Als het goed is gaan we nog even zo weg. Maar dan neem ik jullie niet mee. Deze camera doet weer een beetje raar. Dus even kijken wat we mee moeten doen. Of dat hij weer naar de mediamarkt gaat. Of dat we even weer zonder komen te zitten. Maar dan doen we weer eventjes met de telefoon. En anders komt het wel weer goed. Dan is het weer eventjes radiostilte vanaf deze kant. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier nog gewenst. Ja, maar wat wil je? Het is zand, bro. Er is regen overheen geweest, hè? Ja. Brandweer. We komen allemaal lekker op de vlog terecht, dat is leuk, allemaal. Lekker het schat. Mooi. Vijf kilometer Scheveningen vanaf hier. Hey, die kant op Scheveningen. Mooie tractor trouwens. Dit is de
winnaar. De winnaar? Ja, wereldkampioen. Oh ja. Ik ook. Het is de wereldkampioen zandschulp, jongen. Dat is echt de wereldkampioenschap, hè? Misschien zijn er wel. Het is nog niet klaar hoor, want het is pas, want dat staat er ook op en op die lijst voor aan. Het is nog geen wereldkampioen. Hè? Zo, die is gaaf, hè? Wauw. Ja, ik loop er ook al, wat weet je, joh. Is ook, wauw. Thank you.
heeft de gemeente weer wat geld. Spreekt u Corrie weer? Dat is sporadisch. Dat moet ik haar bellen. Nou, dan mag u haar bellen voor deze week, aankomende week. Ja. Want ik wil haar graag ook open op de receptie hebben. Oh. Oké. Moet ik even vragen of ik het adres aan jou door mag geven? Voor de kaart, ja. Nou, dan doe ik dat en dan kun je haar een kaart sturen, dan weet je het ook. Mm-hmm. Ik denk dat de verrassing des te groter is. Ja, daarom. Dan hou ik mijn mond verder. Ja, oké, okay, maar ik denk vraag het even, want dat is toch eigenlijk een soort van moeder geweest voor Jack. Ja. Dus ja, dan, en dan hoort hij er... nog. Ja, maar hem dan hoort zij er ook gewoon bij. Ja.
Dus, en het is ook voor u een steun en toeverlaat. Ja, absoluut. Dus. Oké, nou, ik zal het door. Tenminste, ik zal vragen. Oh, nou, weet je wat, ik geef het je gewoon, punt. Nou, Roderick is dus al met hondjes of zo buiten geweest. Ik ben even druk bezig geweest met de gastenlijst qua adressen op in Word te zetten. Dus ja, yeah, we zijn lekker bezig. En dan wil ik morgen met de kaarten even mee verder. Dan kunnen we die alvast weer een beetje wegbrengen of weggeven. Ja. En dan morgen om 10:00 hebben wij een afspraak met degene die over de zaal gaat. Dus ik ga nog geen namen noemen, want ik weet niet of dat kan van hun. Want dat is wel weer eigenlijk reclame voor hun. Dus ja, we gaan het even afwachten, toch? Niet dan? Dus ja. Dus ik neem jullie morgen. Ik neem morgen wel de camera mee, maar ik weet niet of ik daar mag vloggen. Maar anders hebben ze gewoon een pech, want ik wil gewoon naar vloggen. Ja, maar dan. Het is mijn bruiloft, het is mijn zaal. Maar als hun er niet op willen, heb ik. Heb pech. Ja, en jullie ook. Dus we gaan het meemaken.